It's never happened. You don't exist. Om deze en andere grote dancehits te schrijven, trekt DJ Hidden zich terug op zijn zolderkamer in Goes. De computer is zijn enige collega-muzikant en dat heeft zo zijn voordelen. Als je in een band speelt, dan heb je altijd te maken met allerlei mensen die allemaal wat anders willen. En als je het zelf doet en je hebt controle over alles, dan kan ik zeggen van oké, ik wil die fagot en ik wil dat die wat zachter speelt. Of ik wil die klarinet en ik wil dat die zachter speelt. Of ik wil die piano, wil ik op deze manier. Wat wil je teweeg brengen? In eerste instantie zoek ik altijd een beetje het experiment op. Dus ik probeer toch altijd wel wat nieuws te brengen in de scene. En tegelijkertijd probeer je toch inderdaad dingen te maken die... Als je dansvloermuziek maakt, probeer altijd iets te maken waar mensen op dansen. Waar ze helemaal los op gaan. Als DJ wordt hij gevraagd voor alle belangrijke dancefeesten in heel Europa. Waar hij wordt onthaald door massa's fans. Toch kiest hij ervoor om weer in Goes te wonen. Voor het contrast. Het geeft je een soort van rustpunt. En aangezien ik elk weekend bijna op reis ben. En zodoende toch wel in alle steden kom en dat soort dingen zeg maar. En op allerlei verschillende plaatsen kom, allerlei clubs zie en dat soort dingen. Is het juist heel fijn om een beetje een rustpunt te hebben. Een beetje rust dus in een altijd hectisch bestaan om te kunnen werken aan nieuwe hoogtepunten in zijn muzikale carrière.